En de eerste presentatie na de middag zien jullie komt van Mieke van Dorpen van Aquafin, onze zuiderburen. Ik ben heel benieuwd om jouw perspectief te horen op wat hier allemaal speelt. Want jij bent een specialist op vergaande zuivering. Niet alleen op nutriënten, maar ook op microverontreinigingen, micropolluenten. ik ga met heel veel interesse naar je horen. Mieke, aan jou het woord. Ja, goedemiddag. Ik ga jullie een beetje meer uitleg geven over hoe dat we in Vlaanderen naar een kader glijwater kijken. Wat dat de ervaringen zijn en hoe dat we hopen die te halen. Of niet. Om te beginnen de situatie in Vlaanderen een beetje kaderen. Ik werk voor Aquafin als procesingenieur. En Aquafin is als bedrijf verantwoordelijk voor de verzamelrioleringen en de afvalwaterzuiveringen van het volledige Vlaamse grondgebied. Dus dat beslaat zo'n 13.600 vierkante kilometer. En wij bedienen daarbij 6,77 miljoen inwoners. Een aantal cijfers over Aquafin. Wij hebben momenteel 329 waterzuiveringen die we gebouwd hebben en in beheer. Dat is nog niet alles. De infrastructuur is nog niet volledig uitgebouwd. Er moeten er nog bij komen. Momenteel ook een 7300 kilometer leidingen aangelegd. We beheren daarbij ook iets meer dan 2000 pompstations en berbezinkingsbekkens. Dat doen we met iets meer dan 1200 medewerkers als voltijdsequivalent. Onze omzet bedroeg in 2023 720 miljoen euro. En op elk moment hebben we typisch zo'n 100 werven lopende, waarbij dat we werk voorzien voor zo'n 1500 contractor-medewerkers. Dan de stand van zaken voor de kaderrichtlijnwater staat op dit kaartje. Ja, je ziet het zelf wel. Het is vooral veel geel en oranje en een beetje rood ook nog. Dus ja, we zijn er nog lang niet voor de kaderrichtlijnwater. Als we kijken naar de evolutie van de ecologische toestand, dan zien we dat die wel vooruit gaat. Er is heel wat minder rood te zien in de blokken. Er is nu ook al één stukje groen, dus één waterlichaam dat voldoet. Maar dat is het ook. Ja, om terug te gaan op daarnet op de vraag van hoe komt het dat dat zo lang duurt en dat we nog altijd diezelfde vraag stellen, van gaan we er wel raken? In Vlaanderen is het ook lang zo geweest dat we echt nog moesten de waterzuiveringsinfrastructuur uitbouwen, rioleringen leggen, waterzuiveringen bouwen. En dat is lang de prioriteit geweest. En niet zozeer kijken naar de emissie en de waterlopen. Wat lozen we? Wij deden eigenlijk gewoon voor de Europese richtlijn stedelijk afvalwater uit. Daar waren we eigenlijk ook al te laat mee. Dus lang is al het budget naar daar geweest en het is naar daar gegaan. En het is pas recent dat we echt beginnen kijken zijn van waar moeten we nu onze prioriteiten leggen om die kaderrichtlijnwater te halen. Hoe kunnen we het geld zo efficiënt mogelijk inzetten. Voor de kaderrichtlijnwater te implementeren is er een duidelijke taakverdeling in Vlaanderen. Dus het start met de Vlaamse regering, de minister en haar kabinet, die de Europese wetgeving omzetten in Vlaamse wetgeving. Daarna dan de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat is een zelfstandig agentschap van de Vlaamse regering. Die zijn verantwoordelijk voor de opmaak van de zesjaarlijkse stroomgebiedsbeheersplannen. Daarin hebben zij ook de emissiedoelen van de kaderrichtlijnwater, dus de concentratie die in de waterloop mag aanwezig zijn, omgezet naar reductiedoelen per waterloop en per sector. En die dus ook verdeeld over de verschillende actoren. En dan daarna komen wij als Aquafin aanzet voor de implementatie van de opgelegde reductiedoelen. De VMM, Vlaams Milieumaatschappij, heeft die emissiedoelen
emissiedoelen omgezet naar vrachten. En dan berekend hoeveel kilogram van die stikstof of fosfor moet er nog uit de waterloop gehaald worden om te voldoen aan de kaderrichtlijn water. Ze hebben dat gedaan door een volledige keten van modellen, waarbij dat ze de effecten op de waterkwaliteit ook bekeken hebben. Ze starten met een model voor de bemesting, waarna dat dan gekeken wordt wat spoelt er nog af van de velden. Of samen met andere acties voor de landbouw. Die gegevens zijn dan gebruikt als input in het grote waterkwaliteitsmodel Pegase, waar dat dan ook andere acties van de industrie voor de huishoudens kunnen mee opgenomen worden. En dan de output van dat model werd dan gevoed aan ELMO, een model voor de ecologie, waar dat ook acties voor de hydromorfologie van de waterloop meegenomen worden. Dus dat is dan ook waar het bedding aangepast wordt, waar dat een waterloop die rechtgetrokken is, moet dan opnieuw naar haar oorspronkelijke bedding gelegd worden soms ook. Dat zijn ook acties die heel duur zijn, maar wel belangrijk om die waterloop naar de oorspronkelijke toestand te brengen. Uit de hele modellering is ook gebleken dat de deadline van 2027 onhaalbaar is voor Vlaanderen. En we mikken daar op 2039 als deadline. Dat is ook zo opgenomen in de laatste stroomgebiedsbeheersplannen. Wat Europa daarvan denkt, dat weten we nog niet. Daar hebben we nog geen, nog geen reactie op gekregen. Maar er is dus een reductiedoel opgemaakt voor elk waterlichaam, samen met een prioritering. Dus er zijn een aantal groene waterlichamen, afstroomgebieden, waar dat we hopen van wel in 2027 in orde te zijn. Ook een beetje om aan Europa te tonen van de goede wil eigenlijk, dat we er wel willen raken en dat we het wel kunnen. En dan zijn er andere, de lichtgroene, de gele, waar dat we op 2033 mikken. En dan de lichtrode, donkerrode, daar gaan we maar raken tegen 2039, hopelijk. De modellering is dan ook gekomen welke sectoren dat er het meest bijdragen aan die vervuiling. Dus welke reductiedoelen dat elke sector dan krijgt. Een deel is toegewezen aan de huishoudens, een deel is toegewezen aan de landbouw en een deel is toegewezen aan de industrie. Dus voor elk waterlichaam, elk vlakje dat je daar net op die kaart zag, is er zo'n drukverdeling opgesteld. Voor stikstof is dat dan ook onder andere de depositie die belangrijk is, dus wat er vanuit de lucht komt vallen. Er is ook vastgesteld dat we voor fosfor nog een veel grotere afstand af te leggen hebben dan voor stikstof, om de kaderrichtlijn water te halen. En je ziet ook in die taartjes dat voor fosfor het aandeel van de huishoudens in het reductiedoel ook veel groter is. Dus daaruit volgt ook dat we als Aquafin veel meer moeten doen om fosfor uit het afvalwater te halen dan voor stikstof. Het aandeel van de huishoudens is dan ook nog verdeeld tussen RWZI's en riolering. Riolering kan al zijn bijkomende aansluitingen die nog moeten gemaakt worden. Dus dat is echt woningen die nog niet aangesloten zijn op de riolering. Of aangesloten zijn op de riolering, maar er ontbreekt nog een link naar een waterzuiveringsinstallatie. Of overstorten die te veel werken. Voor de riolering is dat dan ook nog onderverdeeld in wat moet Aquafin nog doen en wat moeten de gemeenten nog doen. Dus Aquafin is verantwoordelijk voor de echt grote leidingen en de gemeenten zijn meer de lokale leidingen in de straten. Die beide hebben een hele lijst met projecten gekregen die nog moeten uitgevoerd worden de komende jaren. Ook allemaal met een prioriteit, dus we hebben nog wel werk genoeg, we weten wat gedaan. En voor de RWZI's zijn die dan onderverdeeld in installaties waar dat we vooral een reductiedoel opgelegd gekregen hebben voor fosfor. En dan installaties waar dat we een reductiedoel krijgen voor stikstof en fosfor. En naar gelang welk doel dat we krijgen, gaan we dan ook onze acties bepalen. Als we enkel voor fosfor een reductiedoel gekregen hebben, dan hebben we beslist dat we vooral gaan voor chemicaliendosering.
Dus dan gaan we op al die installaties een fosfaatmonitor installeren. En dan gaan we een chemicaliëntank ook installeren. En gaan we ijzerchloride doseren naar richtwaarde van rond 0,3 milligram per liter fosfor. In de hoop van, als we die richtwaarde halen, dat we naar een norm kunnen gaan van 0,5. Dus enkel voor de installaties waar dat we voor stikstof geen verdere reductiedoelen hebben. We zijn daarmee al gestart in een lijst van installaties die in die waterlichamen lagen met grote prioriteit. Dus in die groene vlakjes op dat kaartje dat ik daarnet getoond heb. Loopt dat al, werkt dat al goed. We zijn nu verder aan het uitbouwen naar alle installaties groter dan 10.000 IE. We hebben momenteel een lijst van 149 installaties waar dat we dat zouden willen doen. En we zijn bezig met de uitrol, de fosfaatmonitoren te plaatsen. En dan de installaties waar dat we dus zowel voor stikstof als fosfor nog een reductiedoelen gekregen hebben. Daar gaan we moeten kijken voor een nageschakelde zuiveringsstap. Daar hebben we de keuze gemaakt voor continue zandfilters, waarop dat we dan zowel ijzerchloride als koolstofbron gaan doseren. En het doel dat we daar opgelegd gekregen hebben van de VMM is 3 milligram per liter totaal stikstof en 0,2 milligram per liter totaal fosfor. We hebben een pilootinstallatie staan in Robbendonk, een zandfilter die daar nog stond, die we omgebouwd hebben, om al wat te experimenteren met die doseringen en zo. Te zien wat er wel echt haalbaar is. En als we dan naar de uitrol gaan, dan gaat dat een hele hoop zandfilters zijn die op veel installaties er moeten bijkomen. Dus we hopen vandaar met standaardisatie te werken, waardoor dat we alles een beetje goedkoper kunnen maken ook. Door het aantal. En ook dat we met een modulair concept kunnen werken, waardoor dat we niet meer voor iedere installatie een apart ontwerp moeten maken, maar dat we kunnen zeggen zoveel zandfilters op die installatie en zoveel op die. En dat maar te bouwen is. Want we spreken momenteel van 74 installaties waar dat er zouden moeten komen met 350 units ongeveer. Wat dat betreft, ik denk dat er hier in Nederland ook al veel meer ervaring is met die zandfilters voor verdergaande stikstof- en fosforverwijdering. We hebben die wel al gebruikt voor installaties die niet zo goed werkten, maar nog niet als verdergaande zuivering. Dus als er daar ervaringen zijn, dan ben ik er eigenlijk heel benieuwd naar. Of alternatieven die jullie voorstellen, als jullie zeggen dat werkt niet, zij beter met iets anders. Kom rust zijn. Heel geïnteresseerd. En dan verder kijken we ook al vooruit naar ERSA. Dus, dat is onze afkorting die wij in Vlaanderen gebruiken voor de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. Ik heb al gemerkt dat dat hier niet zo bekend is, die afkorting. Waar dat we kunnen, zijn we al ronden aan het aankopen in de buurt van onze zuiveringen om gewoon die uitbreiding te kunnen doen. Dat is niet overal ook mogelijk. Zoals dat het voorstel nu is, lijken de normen van stikstof en fosfor wel haalbaar voor ons, zonder verdergaande zuiveringsstap. Indien dat er geen verwijderingspercentages opgelegd worden. Want het is zo dat in Vlaanderen moeten wij nu zowel voldoen aan de concentratienorm, zowel als aan de verwijderingspercentages. Dus dat leidt ertoe dat we voor veel installaties waar dat de norm voor stikstof bijvoorbeeld 15 milligram per liter is, dat we in de praktijk naar een effluentconcentratie van 5 à 6 moeten gaan om het verwijderingspercentage van 80% te halen, omdat influent soms verdund is. Dus als de nieuwe normen, zoals dat ze nu voorliggen, als dat enkel de concentratienorm wordt die ons opgelegd wordt, dan zijn we er al op veel installaties. Maar dat hangt nog af van wat de Vlaamse regering daarvan gaat denken. Dus dat wachten we nog wel in spanning af. En dan ook naar micropolluenten zijn we al aan het voorbereiden. We hebben in Aartselaar een full-scale installatie gebouwd, bestaande uit ozon en granulaire actief kool. We verkennen ook alternatieve technieken. We zijn met een werkgroep bezig om wat onderzoeksprojecten, pilootprojecten te proberen testen.
We volgen ook met veel interesse de evoluties hier in Nederland op, zoals TPMV. Voilà. Bedankt. Dankjewel, Mieke. Blijf nog even staan, Mieke, want er zijn vaste vragen uit de zaal. Ik realiseer me, mag ik het grapje maken, dat we een kabinet hebben wat misschien wel wat meer aandacht geeft aan de problemen die uit het buitenland komen. Ik lees jouw presentatie ook als, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Wat mij aanspreekt in jouw presentatie is bijvoorbeeld de aandacht op standaardisatie die jullie doen. Heb jij nou welke boodschap zou jij voor je Nederlandse collega's hebben vanuit hoe jullie het in Vlaanderen aanpakken? Ja, dat is moeilijk omdat het waterlandschap is hier wel volledig anders georganiseerd met de verschillende waterschappen. Wij zijn één bedrijf voor het hele Vlaamse grondgebied. Ik besef ook dat dat niet altijd mogelijk is, want het is soms wel al een groot gebied. Ik woon aan de westkant van het land. Als ik naar de andere kant van het land moet rijden, is dat toch al veel tijdsverlies. Dus op dat vlak zitten we wel ook wel met het maximum van gebied dat je aan kan. Ja, maar schaalvergroting is misschien nog wel een optie in Nederland ook. Ja. Er wordt bij ons ook gesproken voor de rioleringssector meer en meer samen te voegen. Aquafin is nu al aangeduid als matchmaker tussen de verschillende gemeenten, bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus dat kan ook wel iets opleveren. Mooi aandachtspunt. Ik kijk naar de zaal. Wie heeft er een vraag? Ja, zit er iemand klaar? Dankjewel voor je presentatie. Ik werk bij Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland. En dan gaan wij ook over waterkwaliteit. En ik zag dat jullie een model gebruikten, de Pegase. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ik ken het niet. Niet veel, want dat model wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ik heb er zelf weinig mee te maken. Ja, ik heb verteld hoe dat er in de stroomgebiedsbeheersplannen staat, hoe dat ze de reductiedoelen verdeeld hebben. Maar hoe dat model juist ineen zit, daar heb ik weinig weet van. Het spijt mij. Andere vragen aan Mieke of reacties? Ja. Ja, dank voor je heldere presentatie. En ook mooi dat de VMM-man ook wel ook reductiedoelen voor de andere sectoren formuleert. Dat kan ook helpen. Dat is in Nederland wel eens wat ingewikkelder. Ik zie dat jullie wel twee sporen hebben. Dus enerzijds de nutriënten, NNP of P. En de andere kant voor de ESRA, zoals jullie dat noemen. Maar als jullie zo'n 200 van die zuiveringen voor fosfaat of stikstof aangepassen, of 80 zijn het er ongeveer, zou je dan niet ook liever gelijk dat op de manier doen dat je ook voor de Europese richtlijn al stappen zet? Of is dat nog de onbekende technologie? Of we zitten ook samen in een Intreg-project voor de O3-GAC. Hè? Ja. Maar ik zou bijna denken, als je nu deze investeringsronde doet, doe net een tandje meer. Hè? Koop een goede vierde trap, wat net gezegd wordt. Dan ben je misschien voor die locaties ook al wat sneller klaar. Zijn dat ook overwegingen die bij jullie spelen? Ja, hadden we zeker rekening mee, ja. Ja, we zijn het onderzoek aan het opvolgen. We zijn zelf ook onderzoek aan het doen. In Aartselaar gaan we ook testen doen met dosering van ijzerchloride voor fosforverwijdering. Bij het IPNV heb ik ook veel aandacht gehad voor alles wat dat de combinatie kan doen. Het valt mij wel op daarin dat er weinig... overal waar dat je biologisch kan micropolluenten verwijderen, daar... wordt het moeilijk om nitraten te verwijderen. Ammonium lukt dat wel, omdat je met een beluchte actief kool dan zit. En bij ons is eigenlijk nitraten het grootste probleem, omdat wij in de zuivering, de hoofdzuivering, wel goed doorbeluchten dat de ammonium er volledig uit is. Dus dat is wel een probleem. We moeten eerder denitrificeren in onze extra stap. Maar als we enkele fosfor moeten verwijderen, daar houden we zeker rekening mee. Ja, dat volgen we op. Oké. Mieke, dankjewel. We gaan door.